Dag aan alle steenbokken, welkom bij deze korte maandelijkse horoscoop voor het teken steenbok voor de maand augustus 2013. Wat gebeurt er met de planeten? Wel iets bijzonders voor de maand augustus. Gaat Jupiter een oppositie maken met Pluto. En Jupiter is de planeet van expansie en de planeet van opportuniteiten. En Pluto is de planeet van transformatie. Dat is in het algemeen voor iedereen. Nu, wat betekent dit voor de steenbokken? Wel, Pluto is in jouw teken, in het teken steenbok. En Jupiter is in het oppositieteken, in het teken kreeft. Dus het heeft te maken met jij en de andere persoon. Dus wat er ook zal gebeuren in de maand van augustus, er is een opportuniteit om vooruitgang te boeken, om transformatie te boeken op relatiegebied. Dus heb je geen relatie en wens je al heel lang een nieuwe relatie, dan is er een mogelijkheid dat er iemand op jouw pad gaat komen, zeker rond het midden van augustus. Heb je een hele slechte relatie, wil je er vanaf, wil je actie en wil je stappen ondernemen om een nieuw begin te verkrijgen, dan is dat ook rond die periode waar dat die energieën het hoogst liggen voor verandering. Dus heb je een goede relatie, dan kan het zijn dat de persoon, dat jij als persoon zodanig veel verandert. En dat de andere persoon die met jou samenleeft, eigenlijk daar iets aan toevoegt en jou steunt. Voilà, dit was het voor het teken steenbok. Ik wens jullie het allerbeste en tot volgende maand.